TJC kan zich vasthouden aan het feit dat ze alle rivierenderbies in de tweede divisie tot nu toe hebben gewonnen. Het zijn er pas drie, maar toch. Het moet enige houvast bieden. Eerste aanval van de wedstrijd. Daar zitten er een paar mis van Linden, waaronder Schimmel. En Holder maakt de 0-1. Wat een flater van doelman Jan Schimmel. Samsi laat de bal bewust lopen. Schimmel onbewust. En Holder met de 0-1. Wat een fout zeg. Het is voor de rest wel een gelijk opgaande wedstrijd. Maar TEC krijgt de kansen. Hier komt de volgende voor Koch. Die haalt lekker uit. En Schimmel poetst zijn blazoen een beetje op. Nog wel altijd de corner. Die gaat richting Shakison. Die kopt aardig. Bal nog altijd niet weggewerkt. Daar staat Shakison opnieuw. Die doet het heel mooi. En weer Schimmel. Ja, zo houdt die Jan Schimmel een paar ballen prachtig eruit. Maar staat het nog wel altijd 0-1. Voor het elftal van deze Gerry Vink. Zoals gezegd, de kansen zijn voor de ploeg uit Tiel. Hier is de volgende in de maak. De voorzet is goed en daar staat Seller. En dan is Schimmel gezien. 0-2 voor TEC. En Hans Kraaij is boos. Ja, die ziet de degradatiestreep zo dichtbij komen. En vindt het ook ruim buitenspel. Op de beelden is dat gewoonweg niet te zien. En dus is het 0-2. Kraaij wint zich nog steeds op. De druk neemt natuurlijk ook toe op hem. Pas 4 punten gepakt in de laatste 7 wedstrijden. Hij brengt in de rust Van der Meerakke erin. En die is hier dicht bij de aansluitingstreffer. De spits werd gepasseerd door Kraaij. En hij heeft hem nu wel nodig. Koch en Schimmel. Ja, als je een bandje maakt van al zijn reddingen van vandaag, haalt hij een aantal cruciale ballen eruit. Maar zal toch geen fijn gevoel overhouden aan dit duel. Slotfase van de wedstrijd. Bendadi, die raakt nog de lat. Maar daar blijft het ook bij. TEC was tot vandaag de slechtste uitploeg uit de tweede divisie met slechts 6 punten. Maar ze winnen wel bij FC Linden en doen uitstekende zaken op de ranglijst.